Nou, ik ben daar helemaal blanco ingestapt, dus ik heb de business case van tevoren ook niet gelezen. En dan zie je dat er 2 van de 5 business cases end-to-end klaar is. Je kunt ze eigenlijk oppakken en tot uitvoer brengen. En de andere 3 business cases in een staffing-industrie is niet altijd even makkelijk, maar die kun je voor 60-70% interpreteren als oké, dit is vernieuwend, dit is anders, dat kunnen we gebruiken. Heel erg leuk om samen te zijn met andere hele ambitieuze studenten die allemaal dezelfde power in zich hebben en die gewoon echt wat van hun leven willen maken. En dat is heel erg leuk om samen te zijn. In het begin ging het misschien ook heel erg over winnen en dat gaat natuurlijk ergens nog steeds. Maar ik merk nu ook dat ik denk van ja, dit is gewoon inspiratie en dit is niet het eind, maar dit is het begin. Hoogtepunt voor mij vandaag was de business cases die we ter plekke kregen. Dus niet die we zelf moesten presenteren. We waren met z'n drieën, een andere groep was met z'n tweeën. En toen presteren en we hadden echt een leuk idee bedacht. Gewoon in een uurtje. En de jury zei ook van, oh, het lijkt echt alsof jullie hier al maanden mee bezig zijn. Dus dat vond ik wel echt leuk. Ja. Erg lastig gevonden. Dus dat zegt ook iets over het programma. Dus een compliment voor het hele programma dit jaar. Maar uiteindelijk komt daar 1 winnaar uit. En een winnaar klinkt zo, maar in ieder geval 1 iemand waarvan ik denk dat het waarde gaat toevoegen aan onze organisatie. Als die een maand aan mijn zijde gaat staan en misschien wel voor mij gaat staan. En dat is Imme. Ja, dan mag je niet knuffelen. Ik mag dan van harte gefeliciteerd zeggen. Ja, ik dacht eerst, zegt hij nou Imme? Ik was heel even dat ik dacht, huh, ben ik? Nou, zeg maar, dat was het gevoel eigenlijk. Het lijkt me echt super cool om ooit CEO te worden en dan ben ik er nu eigenlijk over een maand. Dus dat is wel heel bijzonder en het lijkt me heel leuk om dan te zien wat er dan precies op je afkomt. Dus ik denk gewoon heel veel verschillende dingen, veel indrukken, veel ervaringen. Dus ja, echt heel veel zin in.